de duwpaas uit de loop. Wat belangrijk is bij de duwpaas uit de loop, is dat de afstand van de bal ten opzichte van je lichaam groot genoeg is. Dus zorg ervoor dat de bal niet te dicht bij je lichaam is, maar op de juiste afstand. Oefen dit thuis, zowel met je linkerbeen voor als je rechterbeen voor. En zorg ervoor dat je voordat je de paas geeft, geen kruispas maakt. Special tip, wil je een nog betere hockeyer worden? Zorg ervoor op het moment dat je de bal paast, dat je niet meer naar de bal kijkt, maar alleen maar naar je medespelers in het veld. Hoi, wil jij kans maken op een clinic van Mirko en mij tijdens het OMVC Hockeyfest? Houd dan dit kanaal in de gaten.